zit ik allemaal te huilen. Maar maak ik me terugkom. Hallo, good morning! Het is vandaag dinsdag en we beginnen met Sinterklaasschoentje. Nou, ik heb mijn Sinterklaasschoen gezet. Nou ja, niet een Sinterklaas schoen, maar ik heb wel mijn schoen gezet. En raad eens wat ik heb gekregen. Mijn favorite slime! Jullie zouden denken, dit lijkt toch gewoon op jouw slijm? Maar nee, dit is een beetje snotteriger. Het kan niet echt uittrekken. Kijk, dit is mijn slijm. Dit kan heel goed uittrekken. Maar dat niet. Kijk maar. Dit is echt niet uittrekbaar. Zie je alles, neem je meteen mee. En bij die niet. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, ze zien je wel. We gaan eventjes ontbijten. Dan ga ik Jolien naar school brengen. En dan ga ik even een vlogje editen. En dan weer een tweede laag boven doen. In de verf. En dan Jola ophalen en dan Jola gaat naar turnen, dus die moet naar turnen brengen. En dan gaan we nog even verf kopen voor je in haar kamer. Sowieso die glitters wil ik aan je laten zien. Kijken of je dat leuk vindt. Nou, we gaan het al even zien allemaal. Oh, daar zit ik weer met mijn verfbakkie. Zoveel ronde, alleen ik weet niet hoe ver ik alleen kom, want eerlijk gezegd zie ik dat het plafond nog een keer moet. En dat heeft Bart gedaan, want dat is zo vermoeiend. Maar ik ga heel even kijken hoe ver ik kom. En dan moet ik even het bureau weer aan die kant zetten, want die kant is nu klaar. En dan ga ik die kant voor een tweede laag doen. En dan is het hier zo'n beetje af. Ja, de vloer. Dus vandaag bellen ze, als het goed is, om een afspraak te maken voor de vloer. Dat zal dan binnen nu en 2 weken gedaan worden. En dan moeten Bart en ik zelf de vloer eruit halen. Dus daarom houden we het zo leeg mogelijk. Dus ik ga lekker verder. En toen ineens dacht ik, nee, dit gaat me niet lukken. Dus dat plafond, dat heb ik niet zelf alleen gedaan. Ik heb gewoon alleen even dat muurtje voor de tweede keer gedaan. En dat plafond, daar zet ik Bart even op straks als hij thuis is. Dus dat mag hij lekker doen. En ik ben lekker blogjes aan het schrijven. Dat had ik alweer volgens mij een weekje of zo niet gedaan. En dat vind ik ook altijd heel erg leuk om te doen. Ik ben nu een beetje alle klustips voor zwangeren op een rijtje aan het zetten. Omdat ik nu midden in het klussen zit. En alles natuurlijk leuk vind om te delen. Dus als je zwanger bent en je hebt ook zin om te gaan klussen, kijk dan even op mijn blog. Dan kun je daar wat tipjes van afhalen. En ook over het verhaal te veel bezig zijn met wat ik eet. Met mijn gewicht. Wat er werd gezegd, heb ik ook een blog over geschreven. In eerste instantie heb ik dan zoiets van, nee, ga er geen energie aan geven. En dat doe je normaal nooit. Negatieve reacties geen energie geven. Maar ik vond het eigenlijk wel goed om het even van me af te schrijven op mijn blog. Dus degene die dat interessant vinden, die verwijs ik gewoon daarheen. En die zal ik hier verder niet mee lastigvallen. Dus dat. En dan ga ik straks lekker Jola ophalen en lekker boodschapjes doen. Morgen maak ik weer een vlog over wat ik allemaal eet de hele dag. Dat vind ik ook wel even leuk, omdat ik dan wat meer het verhaal achter de gravings kan laten zien. Dat ik gewoon zo onwijs veel trek heb de hele tijd. En hoe ik daar dan mee omga. En daar neem ik jullie dan morgen echt even een beetje helemaal in mee. Ja. Zo, ik had gisteren nog zilvervliesrijst bewaard. En die ga ik nu even maken met kikkererwten. Een avocado en citroen. En een paar kaasjes. Het gaat bij mij altijd op. Kun je erbij? Ja, thanks. Hou maar. Ja.
Bart is ook gewoon boos als hij hoort dat ik dit luister. Maar... die stem. Fijn om te horen. Maar de tekst niet, dus ik luister er niet meer naar. Niet doen, Disna. Don't do this. Don't get addicted to the wrong things. Ik ben even bij de Turkse supermarkt. Ja, zo noemen ze dat. Maar ik noem het eigenlijk gewoon de groenteboer. Want ze hebben er alleen maar groente en gezonde dingen. En voor veel minder geld dan in de supermarkt. Dus ik ga daar even wat dingetjes halen. Ik weet even niet hoe ik dit moet uitleggen, want het gaat er weer vet raar uitzien als ik dit ga vloggen, ga laten zien. Maar ik sta bij Yola, ik moet ze ophalen van turnen, ik moet nu ook de auto uit, want ik heb beloofd om wat eerder te komen om even te kijken. Zit ik allemaal te huilen? Waar maak ik me druk om? Omdat je gewoon je emoties niet onder controle hebt. De druppel van gezond willen eten, alles willen opruimen, niet het plafond kunnen verven, niet de kozijnen kunnen verven. Allemaal kan ik het niet omdat ik zwanger ben en ik heb al zo vaak gezegd thuis. Schat, stel niet alles tot het laatste moment uit, want dan kan ik niks meer. En wat zegt hij? Ik heb het te druk. Ik heb het te druk met mijn werk. Ik heb het te druk met mijn werk, ja. Hallo! Ik word er gewoon zo moe van. Dat ik dingen gewoon elke keer 5 keer moet vragen. Oké. Okay. Mooi. De leukste oefening wat ik van turnen vind. Ik vind het allemaal wel heel leuk. Maar echt het allerleukste vind ik een brug. Oh, brug. Zwaaien, zwaaien, spieren, zwaaien. Ja. Ja? Dus dat is jouw favoriete onderdeel? Ja. En weet je wat echt een goede tip was van Yola? Dat had Yola vandaag in de supermarkt gepakt. Zwarte olijven. Zwarte olijven die schijnen gezonder te zijn dan groene olijven. En deze zijn echt super lekker. Van de Jumbo zonder pit. Mm-hmm. Althans, dat vinden wij. Maar ja, wij houden dan ook wel van olijven. Ja, echt van alle soorten. Ja. Hallo, we zijn onderweg naar de verloskundige. Ja, het ziekenhuis. En gezellig, Yola die is gezellig met me mee. Oh, Bart die moest sporten. Ja, Bart die had personal training. Oh, sorry. Lekker. Iemand hier wilt in beeld. Lekker, dan kunnen wij twee even. Ja. En Yola die kan dan misschien eventjes naar het kloppende hartje luisteren, joh. Ja, hier. En ik ben vooral heel erg benieuwd hoe het gaat met mijn bloeddruk. Of die nog steeds laag is of alweer iets hoger geworden. Zo, nou alles gaat helemaal goed met ons. Ja, het hartje ging echt heel snel. Boom, 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 boom. En heel hard ook. Ja. Boom, 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 boom. En niet klein, gewoon goed op lengte of nee, lengte. De buik is in goed formaat. En Yola heeft een hele berg met folders meegenomen. Zo, ik heb even lekker gedoucht. Ik moest echt even deze dag van mij afspoelen. Het was een beetje een shitty dag. Gewoon, ja, hoort er ook bij. Moet je ook gewoon zeggen in de vlog. Want ja, it's real life. En uiteindelijk komt het erop neer dat niet altijd alles iemand anders schuld is. Maar soms moet je ook even naar jezelf kijken. En ja... ik heb er gewoon een beetje moeite mee dat ik niet alles helemaal meer zelf kan.
Ik ben iemand die altijd alles zelf wil doen, niks uit handen kan geven en bam, dan kom ik mezelf even tegen. Maar goed, so be it. De verloskundige heeft ook gezegd dat ik met mijn bekken misschien alvast even naar de fysio moet gaan. Dus dan kan ik een keertje bij de fysio misschien ook even goed horen wat ik nou wel en niet mag doen. Ook qua sporten en yoga enzovoort. Het probleem is nu, elke keer tijdens yoga heb ik er geen last van. En dan daarna, de dag daarna, dan blijkt dat ik het toch wel een beetje overbelast heb. Want dan voel ik het weer heel erg. Dus ja, fysio en bloeddruk is ook nog steeds laag. Ik ben nu ook weer buiten adem. Alleen maar door dit te vertellen. Dus ik ga me even lekker insmeren helemaal met uierzalf. Wat ik al een keer eerder verteld. De beste tip van mijn moeder om striëën te voorkomen. En dat heeft bij mij in eerste zwangerschap echt geholpen, denk ik. Of niet. Misschien had ik het even goed niet gekregen, maar ik heb ze niet gekregen. Dus ik smeer dit braaf elke keer nadat ik gedoucht heb. Dus dat. Nou, dankjewel voor het kijken voor vandaag. Tot morgen. Dan vast weer een betere dag. Ik ga morgen niet al te veel dingen van in huis en zo. Want dat heb ik nu de afgelopen dagen al zoveel gevlogd. Dus dan ga ik weer eens een keer al mijn eten laten zien voor de verandering. Dus, ciao ciao, tot morgen. Niet vergeten te abonneren als je nog niet bent en te kijken. Doei!